Ja, heel trots. Ja. Als je kijkt hoe die zaal heeft gereageerd, van een hele gulle lach continu, maar dan ook weer naar, laat ik zeggen, een heel doodstille moment in de zaal. Volgens mij is het, ja, het klinkt een beetje stom, maar volgens mij is het ontzettend goed gelukt. Ja. Heel trots. En hoe ingewikkeld was dit project met dat filmen tijdens die marathon zelf? Nou, het was vooral ingewikkeld. Kijk, Martin van Waardenberg liep al 10 jaar met Gerard Muldijk met dit project rond. En ze kwamen bij ons en toen dacht ik, ja, ik wil Diederik Corpal, die nog nooit een speelfilm had gemaakt, die wij alleen maar kennen van de meest leuke reclames, daarvoor benaderen eigenlijk. We kennen elkaar. En ik ben zo blij dat die samenwerking er is gekomen. En dat ze elkaar hebben gevonden. En dat straalt zo af vanuit die film. En verder was het draaien hier, laat ik zeggen, in de regio. Volgens mij één groot feest. Ja, met de marathon was het natuurlijk heel bijzonder. We hebben met heel veel camera's tegelijkertijd gewerkt. Was ook een van de eerste draaidagen was dat. Dus jeetje, dan moet het wel allemaal meteen goed gaan. Maar dat ziet er heel vet en goed uit. Ja, en verder vind ik het wel mooi dat die film hier in Rotterdam in première is gegaan. Vindt u te begrijpen dat script 10 jaar heeft, op een plank heeft gelegen? Of? Ja, zo gaan die dingen. Vooral in de wondere wereld van de speelfilm kan je soms jarenlang met een project rondlopen voordat het van de grond komt. En ik ben er trots op met iWorks dat wij weer een debuterende regisseur de kans geven om een mooie film te maken. En hij is er met vlag en wimpel voor geslaagd. Dus heel knap. Nu was er kritiek op het script, geloof ik, vlak voordat het in productie werd genomen, dat het te Rotterdams was. Nou, uiteindelijk is het wel ook heel Rotterdams geworden. Is het voor de rest van Nederland ook leuk? Nee, het is zeker voor de rest van Nederland ook heel leuk. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, ik wilde ook dat Diederik ook ging casten buiten, laat ik zeggen, acteurs. Laat ik zeggen, ook breder dan Rotterdam zouden zijn. En dat heeft hij keurig gedaan. En uiteindelijk kwam het er toch op neer dat we heel erg op acteurs op zoek zouden zijn die dat Rotterdamse accent gewoon echt geloofwaardig konden. Want anders zit je gewoon naar een acteur te kijken die, dat je denkt van ja, waarom praat je zo raar? En daar heeft Diederik ontzettend aan vastgehouden. En dat zie je ook dat laat ik zeggen, zich uitbetaalt. En dat dat gewoon werkt als een trein. En wat dat betreft is de Rotterdamse humor. Ja, je ziet het ook aan die zaal, waar ook heel veel mensen uit Amsterdam waren vanavond. Ja, je ligt helemaal en die hadden het ook naar hun zin. En ja, die hebben heel erg veel gelachen. Dus dat werkt.